Kinderkampgroep. Nou, wie zijn wij? We zijn specialisten in isolatie, restauratie en gevelonderhoud. En daarmee kunnen we eigenlijk het hele totaalpakket aanbieden. En met 8 vestigingen werken we door heel Nederland. En wat bij ons heel hoog in het vaandel staat is passie hebben voor ons vak, maar ook innovatie in het proces. En niet alleen innovatie in ons proces, maar juist ook in onze producten. Vandaar dat we de vraag hebben gekregen van hoe ontwikkel je nou een isolatieproduct dat aan alle eisen voldoet, maar tegelijkertijd ook vooruitstrevend is. Ik ga dat eens even rondvragen aan mijn collega's. Marcel, kun jij maar eens iets vertellen over de stand van de huidige techniek en waarom we eigenlijk op zoek zijn naar nog betere isolatie? Nou, de stand van de huidige techniek is eigenlijk zo dat we eigenlijk een aantal basisproducten kennen. Dat is polyurethaan, schuim, EPS en mineralen wol. Alleen die leveren eigenlijk heel weinig meerwaarde op, zeg maar, voor de toekomst op qua isolatiewaarde. Wat wij op zoek zijn is echt een innovatieproduct die, zeg maar, echt significant een stap maakt in de goede richting. Met andere woorden, naar een hogere isolatiewaarde. Hoger dan 1,8 of 2, maar we denken zelf dat het richting de 3, 4 gaat. Ja, dat is heel positief. En voor de bewoner? Dat zou eigenlijk, als je kijkt, heel erg fijn en vriendelijk kunnen zijn. Want die heeft relatief weinig overlast. En we hoeven eigenlijk niks binnen en buiten te doen. Anders dan het boren van een paar gaatjes. Eigenlijk een bekende proces. Ik sta hier samen met een bewoner van een van de projecten waar we op dit moment druk bezig zijn. En we zijn als Takkamp bezig met het ontwikkelen van een nieuw isolatieproduct. Maar wat we daarin het meest belangrijk vinden is eigenlijk, wat vindt een bewoner nou belangrijk? Kunt u me daar eens iets meer over vertellen? Ja, nou, ik wilde wel altijd heel graag warmpjes bij zitten, maar ik zit niet op een grote verbouwing te wachten en lang in de rommel te zitten. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Het moet eigenlijk gewoon snel gedaan zijn en daarna lekker een warm huis. Nou ja, wij hebben goed nieuws, want het product wat we aan het ontwikkelen zijn, dat is al heel ver en gaat daar zeker voor zorgen. Ik zie, jullie zijn echt al druk bezig. Het ziet er super interessant uit. Maar kun je me vertellen, wat is dit eigenlijk allemaal wat we hier zien? Eigenlijk is dit een afdruk van een collegiale vraag in onze groep. Van kunnen wij wat met de bestaande parels, maar dan beter? Dat is een hele zoektocht geweest. Dat is een zoektocht van mislukkingen ook. Maar vooral ook dingen die lukken. Nou, en uiteindelijk zijn we met deze zoektocht tot een pareltje gekomen die een vorm heeft waarvan we denken, dat kan met onze bestaande machines, dat is een tweede vraag, kan ook worden ingeblazen in de spouw. Oké, dus we zijn eigenlijk al best wel ver. Dus jullie zijn ook echt al bezig met het produceren van het nieuwe product. Want je kunt natuurlijk een heel mooi product maken, maar als je niet kunt verwerken, dan heb je er ook niks aan. Dus je moet van achteren en naar voren denken, dat sowieso. Vandaar dat we eigenlijk toch naar de ronde vorm zijn gegaan. Maar tegelijkertijd maken we ook een vierkante vorm. En dat heeft ermee te maken dat je een zo groot mogelijke pakking in je spouw wilt hebben. Onder het motto, de warmte die je binnen hebt wil je niet naar buiten kwijtraken. En dan betekent het dat je daartussenin dus een zo goed mogelijke isolatiebarrière wilt hebben. Hier in deze roosters die gebruikt gaan worden om bij Kiwa echt de isolatiewaarde officieel te laten testen. Ja. Hier de vierkante stukjes en daar de ronde bolletjes. En dan komt er nog een variatie bij waarin we een soort mengeling tussen de twee gaan maken. Wat illustratief is natuurlijk, je moet gewoon denken aan een hagelslagmachine. Mm-hmm. Of aan een gehaktmolen. Oh, ja. Dat soort machientjes, als het ware, dat soort technieken kun je heel goed gebruiken om dit soort vormpjes allemaal te creëren. En in de voedingsmiddelenindustrie hebben ze heel veel van dit soort dingen. Blauwe muisjes en zo, dat soort lekkere dingen. Maar eigenlijk moeten jullie dus denken aan, nou, 5 stappen tegelijk als je zoiets aan het... Ja. Want als je in al die verschillende stappen, als er ergens een enorme hobbel in zit, moet je eerst kijken of je die hobbel kunt oplossen. Ja. Want anders heeft het geen zin dat je aan het mengen en het roeren bent. Dan moet je zeggen, nou, het moet dikker of dunner of wat dan ook. Maar dat helpt niet erg als er geen machine voor is, hè? Het is echt een heel proces en het zou mooi zijn als we die isolatiewaarde kunnen bereiken. Zeker. We denken dat we op de goede weg zijn en we hebben er het vaste vertrouwen in. Nou, zoals je hebt kunnen zien was het echt een hele reis naar een nieuw isolatieproduct. We willen met trots dit product onthullen. Een product dat aan alle eisen voldoet. Even een kleine opsomming. Het is te verwerken vanaf 3 centimeter spouwmuur. Een product dat waterafstotend is. Snel en gemakkelijk aanspringen van buitenaf. Het heeft geen overlast voor bewoners en de omgeving. Het is aan te brengen met onze huidige machines. En een RC-waarde van 3. En daarom presenteren we nu ons nieuwe product Aerofill.